Als ik even wachten, gaan ze even met het hondje op pad. En ik zelf ook. En dat is heel goed voor mensen, want dan verzetten ze even de zinnen. En dat is net zoiets als dat ook als je niet rookt, is het goed om af en toe even een rookpauze te nemen. Dan neem je een placebo-sigaret, dan ga je even naar buiten. En ontspan je, dat is heel goed voor de mensen. Ik ben dus gewoon nog steeds al die tijd maar hoofdzakelijk psychiater. Dat vind ik wel belangrijk om even te zeggen, want ik vind eigenlijk dat ik ben wel een beetje uitgekletst op het moment dat ik geen psychiater meer ben. Dan kan je misschien met een expeditie Robinson, maar dat heeft niks met psychiatrie te maken. Dus het is leuk om hier te zijn. Ik ben ook de hele boekenweek op tournee. Dat is superleuk om te doen, maar het allerleukste is gewoon werken met patiënten. En niet manager zijn of zo, gewoon patiëntenwerk. En dat doe ik ook het grootste deel van de tijd. En waar ik werk, daar doen we wel iets waar ik wat over wil vertellen vanavond. We proberen de mensen niet alleen met gesprekken te helpen, en heel soms pillen als het echt niet anders kan, maar ook met beweging en het lichaam ook in die behandeling te betrekken.
Het gebeurt veel te weinig, dat vind ik. En er zijn hele goede argumenten op grond waarvan ik dat beweer. Want er is heel veel onderzoek wat laat zien dat het gebrek aan lichaamsbeweging een enorme risicofactor is om psychisch in de problemen te raken. En het is heel eigenaardig in de Nederlandse gezondheidszorg dat risicofactoren van psychische aandoeningen, dat valt onder leefstijl. En zorgverzekeraars vinden leefstijl een vies woord, dus die vergoeden dat niet. Ja. Nou, en dan heb je zoiets als runningtherapie, daar heb ik een boekje over geschreven ooit, en we doen een cursus. We leiden 5 keer per jaar mensen op tot runningtherapeut, zodat ze kunnen gaan bewegen met mensen die daar behoefte aan hebben. Niet omdat ze dan de City Pier City Loop volgend jaar kunnen doen, over 51 weken geloof ik. Maar omdat ze dan leren om te bewegen op een manier waardoor ze zich beter voelen. Dus het heeft geen prestatiedoel, het heeft een voel je beter doel. Nou, dan werd er net al even gerefereerd aan het onderzoek van gisteren. Hebben jullie het meegekregen? Ja. Ik weet niet meer waar ik het opgepikt. Nou, het stond in de Volkskrant. Stond iets over dat het verband tussen lichaamsbeweging en depressie, dat het allemaal niet overhoudt. En dus dat het wel mee zou vallen met de werkzaamheid van bewegen bij de behandeling van depressie. Dat is totale onzin. Ik zal uitleggen waarom. Ze hadden in dat onderzoek gekeken naar verbanden. Dus epidemiologie heet dat. Dus dan heb je heel veel depressieve mensen. En dan heb je heel veel getallen over bewegen en dan kijk je of er een verband is tussen hoe depressief zijn en hoeveel ze bewegen. En dat vind je dan niet. Maar dat komt niet omdat bewegen niet zinvol is, dat komt omdat depressie een buitengewoon vage aandoening is. Want je moet dan met een DSM-diagnose werken. Ik weet niet, kent u allemaal de DSM? Ja. Ja, goed. In DSM-4, die moeten we, DSM-5 is er al, maar van het zorgverzekeraar moeten we ook DSM-4 gebruiken, heb je 9 mogelijke verschijnselen van depressie. En wanneer heb je nou een depressie als je 5 van de 9 hebt? Dan moet u even opletten, ik doe een kunstje met mijn vingers. En dan, ik houd het zo, want het is makkelijker voor mijn vingers om te bewegen. Dit zijn ze alle 9. En dit is dus een patiënt met een depressie, want die heeft 5 van de 9. En dit is ook een patiënt met een depressie, want dat is ook 5 van de 9. En dit is het enige overeenkomstige verschijnsel. De vraag aan u is... Hebben deze 2 mensen dezelfde ziekte? Ja of nee? Zou kunnen, hè? Ja. Is het heel waarschijnlijk? Als ik u nu vraag, zet u zo'n hele vermogen erop in? Zegt u dan ja of zegt u dan nee? Nee. Nee, hè? Nee, nou, dat klopt ook. Want die hele DSM-bijbel die is ontwikkeld. Betekent good old. En dat betekent in goed Haags oude jongens krentenbrood. Dus er zijn een stelletje deskundigen die gaan met elkaar vergaderen welke criteria erbij moeten of niet bij depressie. En die komen er dan heel veel vergaderen op uit. Deze 9 moeten het worden. Maar ik zal u er eens één noemen die er niet bij staat, maar die iedereen met een beetje verstand van depressie wel herkent. Geen zin in seks. Dat is echt, mensen die depressief zijn, geen zin in seks. Bijna allemaal. Toch staat die niet in het rijtje van 9. En weet u waarom dat is? Slecht nieuws dit hoor. Nee, dat komt omdat als je mensen gaat behandelen voor een depressie, dan moet je op een vragenlijst laten zien dat ze vooruit gaan. Want dan ben je evidence-based werkzaam. Wat is de behandeling van depressie vooral in dit land? Pillen. En weet u iets van antidepressiva? Wat is de meest voorkomende bijwerking van antidepressiva? Nee? Suicidaal kan. Dik worden gemiddeld 4 kilo. Hè? Dus dat betekent sommige mensen 20, andere 0. Geen zin in seks. En in ieder geval niet tot aan het hoogtepunt. En sommige mensen hechten daar waarde aan. Want meer dan 80% kan niet meer klaarkomen bij het gebruik van antidepressiva. En op wat langere termijn is dat een belangrijke reden om er weer mee op te houden. En wat gebeurt er als je stopt met het innemen van antidepressivum? Kom je klanten weer terug, want het zijn namelijk geen geneesmiddelen, het zijn labmiddelen. He, dus je kan er best symptomen mee bestrijden. Soms werkt het heel goed, dan heb je een geluksvogel. Soms werkt het helemaal niet, dan heb je allerlei bijwerkingen, dan ben je een pechvogel. Maar de werkzaamheid van die antidepressiva, die wordt ernstig overschat. En die jongens van die kopzetmethode... Die hadden voor 80% hadden die allemaal bindingen met de farmaceutische industrie. Voelt u? Dus als je die 9 verschijnselen, die geef je dan een rapportcijfer van helemaal niet, dat is een 0, tot heel erg verschrikkelijk, dat is een 5. En dan ga je dus op een vragenlijst
is de allerdepressiefste patiënt. Die heeft 9 keer een 5 ingevuld. Dus die heeft 45. Dat is de maximale score. En dan ga je die pillen geven. En dan moet die met de helft omlaag. En dan zeg je, het middel heeft gewerkt. Nou, als je van 45 naar 22 gaat, dan bent u inderdaad 33 punten verbeterd. Dat is fijn. Maar iemand die niet depressief is, die heeft 3 of 4 punten. Dus de vraag is of je met 22 punten nou echt genezen bent. Dat is een ander ding, komen ze erop. De reden dat seks er niet bij staat, is dat als je er 10 van maakt, dan wordt de maximale score 50 punten. Maar als je seksleven heel erg slecht is, en je gaat pillen slikken en je depressie wordt minder, maar je seksleven is nog steeds heel erg slecht, dan boek je geen enkele vooruitgang. En dan blijf je op 5 punten zitten. Dus die hebben ze er niet bij gedaan. Zo is het gekomen. Ik kan nog even doorgaan, want er zijn namelijk allerlei verschijnselen die bij een depressie optreden, die er niet in staan. En de argumentatie is altijd dat ze zuivere stoornissen willen hebben, dus dat je kenmerken moet hebben die specifiek zijn. Dus dat mensen zich enorm schamen voor het feit dat ze een psychische stoornis hebben. Dat komt heel erg veel voor, maar dat hebben niet alleen mensen met een depressie, dat hebben ook mensen met een psychose of mensen met posttraumatische stress of met een eetstoornis. Mensen met een psychische stoornis schamen zich heel vaak, helaas. Wel begrijpelijk, maar wel ook helaas. Nou, is het zo goed dat de Boekenweek dit thema heeft, dan kunnen we het ook eens over de positieve kant hebben van een beetje gek. Dus schaamte staat er ook niet bij. En het aller eigenaardigste is nu dat in dat DSM-boek, hoeveel kwalen staan erin? Heeft u een beetje een idee? U bent heel optimistisch. Zou dat boek echt zo dik zijn? In de DSM-4 waren het 330. En in de DSM-5 zijn we de 400 voorbij. Denkt u dat in mijn dagelijks werk ertoe doet? Of iemand 1, 6 of 93 diagnoses heeft? Ja, daar gaan we over. Het hele Nederlandse zorgstelsel draait om diagnoses. Maar de hulpvraag van iemand is zelden of nooit welke diagnose heb ik. De hulpvraag is meestal, kan u mij helpen om mijn stemming iets te verbeteren? Kan u iets doen in de enge nachtmerries die ik heb? Kan u zorgen dat ik wat beter ga slapen? Kan ik hulp krijgen om wat energie terug te krijgen? Dat zijn hulpvragen. Dat zijn geen diagnosevragen. Waar we zitten is dat in de Nederlandse gezondheidszorg de diagnose alles bepalend is. En dat ook enorm veel geld en tijd verloren gaat aan het vinden van een diagnose. Terwijl, dat is echt heel raar, het aantal mensen waar geen goede diagnose te stellen is, wordt almaar groter. Het zit bij de gemiddelde huisarts in Nederland is het op dit moment zo dat mensen met een klacht komen waar die huisarts in 25-40% van de gevallen geen betrouwbare sticker op kan plakken. En wat gaat die dokter dan doen? Dan gaat hij op jacht naar een diagnose, want als je diagnose hebt, dan kan je evidence-based behandelen. Als je geen diagnose hebt, niet. En in de psychiatrie moet je ook nog een diagnose hebben die door de zorgverzekeraar erkend wordt. En want als mijn hond morgen doodgaat, kan het zomaar gebeuren dat ik een paar weken wat slechter slaap, niet zo vrolijk ben en me een beetje gespannen voel. Dat heet in DSM-termen een aanpassingsstoornis. Dus dat is een psychologische, psychische reactie op iets wat je hebt meegemaakt. Maar de zorgverzekeraars in Nederland zeggen aanpassingsstoornissen vergoeden we niet. Dus dat mag niet meer. Dat heeft nogal wat gevolgen, want als een voorbeeld dat ik pas heb meegemaakt. Een jong meisje van 16 die net verkering heeft en heel verliefd is op een jongen die het dan ineens uitmaakt op zaterdagavond naar de disco gaat en een beetje drinkt, dat kan nog steeds als je 16 bent. En ze treft dan die jongen zoenend aan met een van haar vriendinnetjes, dan kan zo'n meisje wel eens impulsief iets raars doen. Hè? Dat hebben niet alleen meisjes, maar ook jongens van 16 als ze heel gelukkig zijn in de liefde. Dus stel, ze gaat zichzelf een beetje krassen, komt veel voor, en het bloed, en ze moet naar de eerste hulp om gehecht te worden. Dan moet er een psychiater komen, is terecht, die moet even vaststellen of het iets impulsiefs is en dat ze gewoon moet gaan slapen en morgen een goed gesprek met haar moeder moet hebben. Of dat ze tegen zichzelf beschermd moet worden, omdat ze misschien wel dreigt om, als ze van eerste hulp vertrekt, voor de trein te gaan. Dus die psychiater doet een beoordeling, de diagnose, als ze het via de zorgverzekeraar vergoed wil hebben, zou dan zijn een aanpassingsstoornis. Maar die wordt niet vergoed, dus in het Nederlandse zorgstelsel is de situatie nu zover dat zo'n meisje, omdat het nu eenmaal niet betaald wil worden, wij Nederlanders willen voor psychische zorg niet betalen, dan wordt het meisje uitgeboekt met een depressie. En die gegevens die worden niet misbruikt, zeggen ze, maar het kind heeft wel een behoorlijke sticker achter haar naam staan. Die niet eens klopt,
Want het is helemaal geen depressie, want voor de diagnose depressie is vereist dat je minimaal 2 weken lang, iedere dag, het grootste deel van de dag, een verminderde stemming hebt, geen energie, geen eetlust, nou, noem het hele rijtje maar op. Dus ze heeft helemaal geen depressie, maar ze wordt uitgeboet als hebben een depressie. Nou, die DSM die drijft ons tot wanhoop in het vak, omdat we alsmaar bezig moeten zijn met die sticker. Een prachtig voorbeeld. U weet allemaal wat een burn-out is, toch? Wat er onder wordt verstaan. Iemand enig idee hoe dat psychiatrisch heet? Zorgverzekeraars vergoeden behandeling van burn-out, die vergoeden ze niet. Dus als wij iemand met een burn-out krijgen, dan kunnen we alleen behandelen als we een psychiatrische sticker plakken. Er zit duidelijk geen collega in de zaal, wel veel collega's het ook niet weten. Maar, wij noemen dat een ongedifferentieerde somatoforme stoornis. Daar heeft u wel een gevoel bij, toch? Ja, een somatoforme stoornis is een hele interessante categorie. Komt heel veel voor, dat zijn namelijk lichamelijke klachten waar je geen objectieve afwijking bij kan vinden. En dat is dus voor al die categorie waar ik het net over had, waarbij de huisarts niet weet wat het is. Maar in Nederland gaat het zo, als een meneer van mijn leeftijd bij de huisarts komt en zegt ik heb pijn in mijn rug, wat gaat de huisarts dan om te beginnen doen? Die gaat zeggen kijk het nog even aan. Dat is een goed advies, want 9 van de 10 keer is dat afdoende. Het is een hele aardig huisarts die zegt, ik kom over een week terug als het nog niet over is. Dus deze man heeft pech, na een week is het nog niet over, komt hij terug. Nou, gaat die huisarts, die komt dan in actie. Hè? Dus die schrijft dan Valium voor het ontspant de rugspieren. Dus dat is een vervolgstap. Of hij onderzoekt die rug en zegt, ik zie het niet heel krom staan. Maar, dus die man weer weg en dan is het na 2 of 3 weken nog niet over. En dan komt natuurlijk het onvermijdelijke moment dat die man zegt, moet er niet eens een scan worden gemaakt? Toch? Dat kennen jullie wel, toch? Want mijn buurman 3 huizen verderop, die had het ook niet ook een scan gehad. Dat zeggen mensen. Jeuk aan hun knie, maar als ze iemand kennen die ook met jeuk aan zijn knie een scan heeft, dan willen ze ook een scan. Is het zinvol om een scan te maken van een rug? Wat denkt u? Ja? Waarom zou het nuttig kunnen zijn? Misschien is het een hernia. Ja, dat zou kunnen. En wat doet de dokter dan als het een hernia is? Niks. Er is maar 1 hernia waarbij de dokter wat doet. En daar heb je ook geen scan bij nodig. Dat is de acute ingeklemde hernia. Want je met zo'n klachtvoet loopt. Dan zit er een zenuwklem en dan moet je snel ingrijpen. Dan heb je niet eens tijd om een scan te maken. Dan ga je rug opereren. Dat is 1 op de zoveel 100 hernia's. En al die andere hernia's die worden niet meer geopereerd. Want het blijkt als je hernia's opereert, dan houden mensen meestal gewoon de klachten. En als ze de klachten even kwijt zijn, dan komt er heel vaak een nieuwe hernia. En je kan niet blijven opereren, want 1 keer opereren in de rug is al ingrijpend genoeg. En de 2e en de 3e keer moet je door allemaal littekenweefsel heen. Dus die chirurgen die doen echt liever niet opereren meer dan 1 keer. Dus ze opereren nu niet meer. En het wordt nog veel erger. Als je hebt van die plaatjesdokters in het ziekenhuis, röntgenologen. Als je 100 mensen hebt, en het zijn 2 groepen, 50 mensen met rugklachten en 50 mensen zonder rugklachten. En je laat zo'n röntgendokter die plaatjes beoordelen. En hij weet niet van wie welke foto is. En je laat hem aankruisen, is dit iemand met of iemand zonder rugklachten? Dan bakt hij er helemaal niks van. Dan blijkt namelijk dat mensen met enorm veel klachten een normale foto hebben. En het omgekeerde ook. Er zijn mensen die hebben helemaal geen klachten en die hebben een rug waarvan je denkt, daar kan je niet meer rechtop over straat. Dus er is geen verband tussen klachten en wat je op een foto ziet. En toch zitten we als helemaal suf te shoppen op jacht naar de diagnose. En die wordt dus steeds vaker niet gevonden. Wat ook een prachtig voorbeeld is, mijn buurman die is KNO-arts. En die wordt echt bedolven onder mensen die als klacht hebben oorsuizen. Tinnitus, ja. Dat is een hele vervelende klacht. Er is een paar weken geleden is een mevrouw die heeft euthanasie gekregen vanwege tinnitus, heeft u misschien meegekregen. Maar mijn buurman, de KNO-arts, die helemaal niet van mijn vak houdt, die zegt, waarom kreeg ik al die psychiatrische patiënten met de mededeling dat ze last hebben van oorzuizen? Dat zegt hij, hè? Dat is een aardige man, maar ik zeg, de echte schizofreen ben jij, want in mijn vak zit alles tussen de oren, maar jij bent eigenlijk de enige die ook tussen de oren werkt. Dus hij zegt, het is allemaal psychisch. Want ik kan niks zien in zo'n oor wat zuist. Dus dan moeten ze naar mij. Dus
Aan de lopende band krijgen wij mensen die dus zo'n rondje hebben geshopt door het medische circuit. En die komen dan bij ons en dan krijgen ze dus als diagnose een somatoforme stoornis. Vroeger had je die ook al, maar dan had je het vooral over conversie. Dat was dat iemand verlammingsverschijnsel had, dus een heel heftig beeld. Waarbij er echt geen verklaring was. Dus dan zat in de aansturing van een been of een arm zat echt iets mis. Dus de conversie zat echt tussen de oren. Dat is nog steeds zo, maar er zijn helemaal niet meer mensen tegenwoordig met een conversie dan 50 of 100 jaar geleden. Het is een heel oud ziektebeeld. En het komt voor en we weten er best wat van. Maar die groep is vooral gegroeid met al die onbegrepen klachten. Een ander heel goed voorbeeld is ook het whiplash-slachtoffer. Dat is vervelend, dus die mensen die zitten in een auto en iemand anders moet zo nodig erachterop botsen. Dus dan krijgen ze klap tegen hun nek. Dat is ook zo, er gebeurt natuurlijk iets in die nek. En vervolgens komen ze niet meer aan de praat. En dan zeggen ze, ja, dat is whiplash. En die dokter die kan niks vinden, dus uiteindelijk komen ze dan toch weer bij mij. Onbegrepen klacht. De vraag is, ik stel hem nu maar gewoon, of wij langs deze weg het nog lang gaan volhouden in de gezondheidszorg, of is er misschien een andere manier er naar moeten gaan kijken. Dat je kan zeggen, ik moet betere apparatuur hebben om nog beter in die nek van het whiplash-slachtoffer te kijken. En dan komt ook altijd iemand met een artikel uit Amerika waarbij ze met een of andere micro-röntgen kijkapparatuur hebben vastgesteld dat er dan bloedinkjes daar zitten. Dus dat je al die bloedinkjes kan je dan wegzuigen. Dat kost $80.000, maar goed, sommige rijke mensen hebben ook whiplash. Dus dat is het. Maar we weten al dat als je mensen met die soort klachten opereert, dat het eigenlijk heel goed helpt, ongeacht of je daadwerkelijk iets verwijdert of niet. Dus het idee dat het helpt, doet waarschijnlijk meer dan wat je doet. Hè? Want dit zijn mensen die zijn nogal gevoelig voor suggestie. En dat bedoel ik helemaal niet lullig, want dat zijn er allemaal. Alleen sommige mensen iets meer en die krijgen dan dit soort klachten. Als je dan in zo'n traject komt met zo iemand, dus een whiplash heeft bij ons een ongedifferentieerde somatoforme stoornis, net zoals een burn-out, dus eigenlijk is burn-out en whiplash hetzelfde, vanwege de zorgverzekeraar. Dan ga je kijken wat er aan de hand is en waar kom je dan op uit? Dat is heel fascinerend, je komt er eigenlijk altijd op uit dat die mensen zeggen, ik dacht dat mij dat nooit zou overkomen. He, ze kennen dat uit hun omgeving, maar ze keken altijd een beetje neer op mensen die dat hadden. Dus dat zijn een beetje softies die dat krijgen. En nu hebben ze het zelf ook. Dat is heel opvallend. En het andere is, als je zo'n traject met ze ingaat, dan moeten ze na verloop van tijd, moeten ze allemaal bekennen dat er al heel veel signalen waren dat ze zichzelf een beetje aan het overvragen waren. En dat is heel kenmerkend voor mensen die dit soort klachten krijgen. Het zijn mensen die lopen op het randje, en er hoeft er maar iets te gebeuren en dan vallen ze eroverheen. En de meeste mensen die in een burn-out belanden, die belanden niet in een burn-out omdat ze veel te lang 80 uur per week hebben gewerkt, die belanden in een burn-out, omdat ze behalve dat ze 80 uur per week werken, ook nog een zieke moeder krijgen die aan de andere kant van het land woont waar ze 3 keer per week heen moeten. Of hun kind raakt aan de drugs. Dus er gebeurt iets en het kan er niet meer bij. Het is precies hetzelfde als wat er gebeurt met zo iemand met zo'n whiplash. Dat zijn eigenlijk die mensen die bij ons komen, zijn mensen die al zichzelf eigenlijk goed verwaarloosd hebben, die over een gezonde grens zijn ze gegaan. En dan komt dit erbij en dan pop, stort het in. En dan branden ze echt letterlijk door. Dus er komen mensen die waren gewoon aan het werk. En van het een op het andere moment kunnen ze de hele dag alleen nog maar zitten te huilen. Of ze kunnen zich echt helemaal niet meer concentreren. Dus in één keer kunnen ze hun normale productiviteit van geen kanten meer leveren. Dan komt er natuurlijk een baas die gaat klagen, want het is een beetje aan de hand. Dus zo komen ze dan bij ons binnen. Heel veel via bedrijfsartsen. En dan kom je dus in dit rare circuit terecht waarbij die diagnose alles bepalend is. En het heel lang mag duren en heel veel geld mag kosten voordat de diagnose wordt. We weten het niet, dus dan is het ongedifferentieerd somatoform. Het wordt ook wel SOLK genoemd, kennen jullie het? SOLK? Dat is echt een van de allerbelachelijkste afkortingen in de psychiatrie. Die overigens sowieso bol staat voor rare afkortingen. Maar SOLK staat voor somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Nou, in mijn optiek zijn lichamelijke klachten altijd somatisch. Dus somatisch betekent namelijk lichamelijk. En wat nog veel belangrijker is, is een volstrekt belachelijke gedachte dat iets wat psychisch is, dat zit zeg maar boven je nek en iets wat lichamelijk is, zit eronder. En dat slaat helemaal nergens op mensen. Er is geen enkel zinnig argument om hier een denkbeeldig schot te plaatsen. Dus het eerste wat zou moeten gebeuren als we nog eens een beetje willen bezuinigen in de zorg en een beetje een ander model, dan moet de GGZ moeten gewoon opheffen. Klaar. Dat is echt zinloos.
wat hebben al die mensen die het niet meer volhouden? Waar hebben die last van? Ja, maar ik bedoel, wat zit eronder? Dus je noemt een klacht en die zit erbij, maar wat is nou het onderliggende mechanisme bij al dit soort klachten? Die gaan wij geestelijk overbelast. Ja? Dat ze het hoge eisen stellen. Ja, ook goed. Onvrede. Belast en de andere kant? Ja, dat is een professional, toch? Ja, een verstoorde draagkracht, draaglast, balans. He, dus je moet meer dan je aan kan. Nou, ik zal u wat verklappen. U doet allemaal meer dan goed voor u is. Allemaal. Dat doet u niet expres, want daar wordt u toe gedwongen. Want u moet namelijk zo ongelooflijk veel prikkels verwerken de hele dag. Dat kan uw bovenkamer kan dat eigenlijk niet goed aan. In Amsterdam noemen ze dat het snappertje. Het snappertje kan het niet behalen. Om u even een idee te geven, de meesten van u zijn net als ik ook voor 1985 geboren. Ik was bij een lezing van een Amerikaanse neuropsycholoog. Levitin heeft net een heel mooi boek geschreven over de overbelasting van ons hoofd. Die vertelde dat gewoon wetenschappelijk is bewezen dat de hoeveelheid beschikbare informatie waar wij over kunnen beschikken, die is sinds 1985 vervijfvoudigd. Dus in 30 jaar is... Een ander voorbeeld wat hij noemde is, als je in 1700 promoveerde, dus je schreef een proefschrift, dan wist je aan het eind van het proefschrift wist je evenveel als de professor bij wie je promoveerde. Als je nu promoveert op het visuele systeem van de naaktslak, een waanzinnig interessant onderwerp, maar daar promoveren mensen op, en dit voorbeeld heb ik ook van hem, dan zijn alleen over dit onderwerp al 7000 wetenschappelijke artikelen geschreven. Dus aan het eind van je via promotie over het visuele systeem van de naaktslak, ken je niet al die 7000 artikelen. Dat gaat niet lukken. Als je iedere dag 5 leest, dan lees je 1500 per jaar, keer 4, 6000, dan mis je er toch nog 1000. Dus dat ga je niet redden. Dus dat is waar we ons in bevinden. Een heel ander voorbeeld. In dit apparaat zit meer technologie dan men nodig had en ter beschikking had om de eerste man op de maan te zetten. En dat ging vanuit een gebouw ongeveer zo groot is als onze AMC. Hè? Dus er stonden computers met de omvang van flatgebouwen. En die konden een fractie van wat mijn mobiele telefoon kan. Ik heb niet eens de snelste en duurste. Dus zo is onze wereld veranderd. En eigenlijk, het is iets raar dat ik nu ga zeggen, eigenlijk is het volstrekt normaal dat mensen burn-out raken. Want we overvragen onszelf allemaal. Een heel mooi voorbeeld, dat kent u allemaal ook, en misschien is een van u ook wel eens in het weekend de NRC of de Volkskrant, die hebben er afgelopen maanden allemaal aandacht aan besteed. Slaapproblemen. Slaapproblemen die zijn 1-op-1 gerelateerd aan het opleidingsniveau. Waarbij het niet zo is dat domme mensen weinig slapen. Nee, hoogopgeleide mensen slapen het minst. Dus zij die zouden moeten weten dat het verstandig is om op tijd naar bed te gaan, die doen dat het minst. Dat leidt tot schade in het cognitieve functioneren. Dus het snappertje doet het de volgende dag minder goed als het niet is uitgerust. Want het snappertje moet een beetje bijkomen van al dat gepieker en gepeins. Maar ze doen het niet. Wat ze namelijk doen is, ze gaan s'avonds 398 e-mails proberen weg te werken. Omdat ze denken dat het goed is als ze morgenochtend beginnen op maart 217. En dan slapen ze slecht en te weinig. En dan gaat de dag daarna het werktempo zo omlaag, dat de kans dat het in de loop van die dag weer ver boven de 217 stijgt, is echt heel erg groot. Een beetje hetzelfde verhaal als met dieet. Mensen putten zich uit met het bedwingen van hun hongergevoel. Tot ze het niet meer volhouden, dan sprinten ze naar de koelkast en dan gaan ze in één. Je hoeft niet eens je schoonmoeder voor te bellen. Dan ben je gewoon namelijk uitgeput. En het heeft te maken met dat hier maar een beperkte hoeveelheid energie beschikbaar is. Het heet Wilskracht. Een heel leuk boek over geschreven door Amerikaanse psycholoog Bauman. Dat kan ik u erg aanraden. Die legt gewoon uit hoe het werkt in het hoofd. En hoe meer je tegelijk doet, hoe minder je ervan bakt. Als je mensen van 60 3 ingewikkelde opdrachten geeft, waar ze een uurtje over mogen doen, en je geeft iemand van 20 die op zichzelf even slim is dezelfde opdracht, wie brengt het er dan het beste van af? Die ene met het ene. Ja, en waarom? Omdat die wat relaxter is. Nee, dat is het niet. Meer concentratie. Is het ook niet? Eén
Dat is het. Die van 60 heeft nog geleerd om één ding tegelijk te doen. Dus ze hebben dat geanalyseerd, dus gewoon door te kijken, te observeren wat die mensen doen. En dan zie je dat iemand van 60 die denkt, nou, 3 opdrachten, 20 minuten per opdracht, die begint bij de eerste opdracht. Ze kiezen erin en die gaat net zo door tot die denkt, nou, nu zijn er 20 minuten om, ik doe de volgende. Of hij is misschien 18 minuten klaar, denk ik, nu naar de volgende. Maar die gaat one by one. Een 20-jarige, want die leren dat niet meer op school, die begint een beetje. Ik denk, nou, deze vind ik wel heel moeilijk. Ik kijk vast even naar die tweede. Is hij een stukje bezig? Ik denk, nou, die snap ik wel. Even kijken of nummer 3 ook heel moeilijk is. En die flitst een uur lang op en neer. En aan het eind heeft hij meer fouten en minder af. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dit multitasken, kansloos. Vrouwen kunnen het sowieso niet. Mannen kunnen het in één situatie. Hij wacht maar, ik krijg het niet. Mannen kunnen het een klein beetje, want die kunnen bij alles wat ze doen ook nog aan seks denken. Dan heb je het echt gehad. Maar wij zijn niet geprogrammeerd op multitask. En waar we nu naartoe drijven met z'n allen, het wordt nu even een beetje somber, maar dan ga ik nog een kwartier positieve boodschappen doen. Waar we nu naartoe gaan is een situatie van zeg maar de stratenmaker. Dus als iemand vroeger stratenmaker werd, dan wist je, dat begonnen als ze 15 of 16 waren. Als je dat 25 jaar gedaan hebt, dan heb je dan? Versleten knieën. Dus dan mocht je wat eerder met pensioen. En die stratenmakers kregen ook wat meer betaald, want die konden het niet doen tot ze 65 waren. Want die hadden ze 45 waren versleten knieën. Dus er waren luilakken die dachten, ik word maar stratenmaker, want dan kan ik 20 jaar toe de Frans kijken. En lekker vroeg met pensioen. Fair deal. Piloten, zelfde verhaal. Een enorm zwaar vak om met je vliegtuig op en neer over die oceaan te gaan, want die jetlag, dat hakt er enorm in. Leidt tot serieuze bovenkamerproblemen. Dus piloten mochten vroeg met pensioen, mooi salaris, dus je kan ervoor kiezen. Sommige mensen kunnen er vrij goed tegen, anderen helemaal niet. Wat wij nu aan het doen zijn, en dit bezuig ik niet uit mijn duim, wat wij nu aan het doen zijn, is wij laten jongeren hun hersenschors, dus het buitenlaagje van hun brein, laten we belasten op een manier zoals een stratenmaker zijn knieën belast. En overbelast, ja. En wat dreigt, maar we weten dat nog niet, is dat die hersenschors versneld verslijt. Nou, u weet allemaal hoe die ziekte heet. Dementie. Ook hier is een heel goed boek over, van een Duitse professor, Spitzer, dat heet Digitale Dementie. Als je dat leest, schrik je rot, want het zijn bijna allemaal onderzoeken over hoe slecht tv kijken is. En tv kijken is in verhouding tot op een schermpje loeren, is dat nog vrij gezond. Als je tv kijkt, kan je dan gewoon in slaap vallen, maar er zijn mensen die vallen in slaap voor de tv. Ja. Dan worden ze wakker en dan pakken ze maar hun iPad. Want als je op je iPad zit, dan ben je net iets actiever, dus dan val je niet in slaap. Maar dat je misschien heel erg moe bent en naar bed zou moeten gaan, hebben met name die hoogopgeleide, die hebben dat helemaal niet door. Die denken dat ze door moeten tot 12 uur. Dan wordt het helemaal raar, want dan slapen ze niet, hè? En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze naar de apotheek of de logist, wat kopen ze dan? Wat koopt welk middel? Melatonine. Wat is melatonine? Ja, het is een hormoon, maar het is ook dus een stofje wat wij zelf aanmaken. Nou, wat gebeurt er nou als je uit de melatoninepot gaat stoppen? Dan maak je zelf niets meer aan. Dat is een beetje hetzelfde als een jongen die van die zo'n sportschooljongen die dan anabole steroïden gaat gebruiken, dan is hij al heel erg geblokt. En dan wil die nog breder worden, dan gaat hij anabole spuiten. Dus dat is testosteron. Wat gebeurt er? Zijn eigen testosteron aanmaak stopt. Dus hij ziet er wel heel mannelijk uit, maar hij krijgt hele kleine zachte balletjes. Zijn piemeltje komt niet meer omhoog, hij krijgt borstjes. Dus het hele systeem gaat naar zijn malle moer. En eigenlijk, mensen, is dat wat wij met z'n allen aan het doen zijn met de manier waarop we leven. We ondermijnen de aanmaak van onze lichaams-eigen stoffen. We kunnen allemaal stofjes aanmaken die ons een goed gevoel bezorgen. Maar we doen het tegenovergestelde. We leven als kippen zonder koppen, waardoor de aanmaak van die goede stofjes die stopt. En de aanmaak van de rottige stofjes, of de afbraak van de rottige stofjes, die vindt onvoldoende plaats. Hij gaat zomaar kopen. Wat kun je zomaar kopen? Uit die pilletjes. Melatonine? Ja, enorm. Ja. Weet u wat het is? Het is evidence-based, want als je 1000 mensen melatonine geeft en 1000 mensen placebo,
En je stelt vast dat er gemiddeld in de groep met melatonine iets beter wordt geslapen in de groep met placebo. Dan zeggen ze, het is evidence-based. Maar waar ze dan helemaal aan voorbij gaan, is dat van de 1000 melatonine slikkers er 500 sowieso niet van opknappen. Dus dat is het eerste waar ze geen rekening mee houden. Het tweede waar ze geen rekening mee houden, is dat als je dat 2 of 3 weken onderzoekt, dat je dat niets vertelt over wat er gebeurt als je dat jarenlang gaat gebruiken. Nou, daar gaat het echt mis. Want al die pillen die zijn misschien op korte termijn goed onderzocht. Maar de lange termijn effecten, die kennen we helemaal niet. Ik krijg nu mensen die slikken 20 jaar Ciroxat of 20 jaar Prozac. Er is geen enkel inhoudelijk bewijs dat dat moet. En daarmee zeg ik niet dat het niet moet. Hè? Maar er zijn mensen die slikken dag in dag uit allerlei medicijnen. Die ooit ongetwijfeld met goede bedoelingen door een dokter zijn voorgeschreven. Maar waarvan ook die dokter niet weet of het zinvol is. En dit speelt niet alleen in de psychiatrie. Dit speelt bijvoorbeeld ook met beta-blokkers. Hè, middelen tegen hartklopping en hoge bloeddruk. Dit speelt ook met cholesterolremmers. En dat zijn gek genoeg de zogenaamde blockbuster drugs. Dus dat zijn de geneesmiddelen waar de afgelopen jaren enorm aan wordt verdiend. En wat ook heel vreemd is, het patent is verlopen van die middelen. Dus dan kosten ze nog 5% van wat ze daarvoor kosten. En nu komt deze informatie naar buiten. Nou, dan kan u natuurlijk zeggen, Bakker is paranoïde. Dat is ook zo natuurlijk. Maar er gebeuren rare dingen, wil ik maar zeggen. Ja. Dus als je nou even teruggaat naar wat we net met elkaar al hadden vastgesteld, dat er sprake is van steeds meer draaglast, dus dat we steeds meer moeten kunnen. Er zijn mensen die denken dat een mobiele telefoon goed is voor je levensduur of je overlevingskans. Dat is niet waar. 15 jaar geleden hadden wij er allemaal geen één en toen ging het niet slechter met ons dan nu. Er zijn mensen die denken als we Facebook niet checken dat er dan een ongeluk gebeurt, maar het is niet zo. We hebben nu de afgelopen 20 jaar hebben we alleen maar gehoord van Maurice de Hond hoe fantastisch het internet is en alle technologie. Maar de komende 20 jaar ga ik u lastigvallen met hoe enorm veel donkere kanten dat heeft. Dat wij 7 keer 24 uur op het wereldwijde web terecht kunnen. En het is altijd open en dat is heel slecht. Het zou gewoon winkeltijden moeten hebben, het wereldwijde web. Nee, die winkels die gaan mee in die concurrentie. Dus zo zie je hoe we elkaar tot waanzin drijven. Dus nu hebben we op donderdagavond binnenkort nergens meer winkelavond. Want mensen gaan s'avonds online bij Bol.com shoppen. Er sprak vorige week iemand van Bol.com. Die zei heel trots, wij zijn het nieuwe V&D. Dankjewel. En dan gaan al die winkels maar op zondag open. Want op zondag lopen mensen zich overdag een beetje te vervelen. Dus dan heb je nog de kans dat ze bij jou de winkel binnenkomen en iets kopen. In plaats van dat ze bij Bol.com bestellen. Dus de overlevingskansen van de winkel zitten allemaal in de zondag. Terwijl ook voor niet-christenen de zondag als rustdag het altijd prima heeft gedaan. En het internet kan best een dagje zonder u. Ja, je hebt een vraag. Het schijnt trouwens ook dat de uitvinders van internet, van Google en, ja, en die sturen hun kinderen naar scholen waar totaal geen internet is. Nou ja, en dat allemaal om die reden. Nou, wat je ziet is natuurlijk dat de mensen die het bedacht hebben, die weten het beste wat de gevaren zijn. Dus die zien het vaak en je ziet ook heel vaak dat de uitvinders van belangrijke dingen op het eind van hun leven, op hun sterfbed, zich hebben afgekeerd van hun uitvinding. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd met de man die de ADHD heeft bedacht. Ja, maar die ging dood en die zei, het was eigenlijk een hele grote vergissing. En ADHD is een diagnose die is vastgesteld met de Gopset-methode. Die kent u nu, hè, al jongens knetterbrood. En waarom is die diagnose er gekomen? Want dat is het erge. Omdat er een pil was waar men een afzetmarkt voor zocht. Zo cynisch is het echt. De DSM werd vanaf 1980 populair. En dat gebeurde net op het moment dat de Prozac werd uitgevonden. Raar, hoe kan dat? Nee, maar ADD werd uitgevonden toen de Concerta in aantocht was. Dus het hebben van een middel bepaalt uiteindelijk of iets een diagnose wordt. Dus en het gebeurt tot de dag van vandaag. Mijn collega Jim van Bos, professor, eminent wetenschapper, echt een grote jongen in ons veld, heeft daar een heel pittig boek over geschreven, maar als je echt interesse hebt in de materie, lees het boek van Jim van Os, hoe de DSM-5 is gemaakt, en dan zitten die mannetjes, die zitten dan te lobbyen over dat een bepaalde stoornis wel of niet erin moet. En hij is dan van de psychose, dat is zijn specialiteit, hij heeft net de website Schizofrenie bestaat niet gelanceerd, ga eens kijken, supergoed. Er zijn dus mensen die onder invloed van omstandigheden, bijvoorbeeld slaaptekort, de werkelijkheid iets anders gaan waarnemen. Die zijn nog lang niet psychotisch, want die weten zelf ook wel dat ze een beetje raar uit hun ogen kijken. Ik kijk af en toe schilderen, ziet het er anders uit.
dus wanneer ik dan gewoon rechtuit kijk, ben ik dan niet psychotisch. Maar er waren wat pillen in ontwikkeling die al zouden kunnen helpen om iets strakker voor je uit te kijken dan wanneer je placebo slikt, dus evidence-based. Dus ze wilden het prepsychotisch syndroom wilden ze als diagnose erin zetten, want dan kon je pillen voorschrijven. Nou, dat heeft hij, onder andere, hij heeft dat weten te voorkomen, dus daar is het niet gebeurd. Maar met cognitieve stoornissen, dus haperende snappertjes, was precies hetzelfde aan de hand. En daar was ook een middel voor en die heeft het wel gered. Dus je kan nu, zeg maar, als diagnose voor stadium Alzheimer krijgen. En dan kan je dus alvast die pillen gaan slikken, want dan krijg je minder snel dementie als wanneer je een placebo slikt. Nou ja, zo kennen we nog wel een paar. Terwijl aan de andere kant, moet ook nog een beetje naar de beweging. Als je niet dement wil worden, dan moet je voldoende lichaamsbeweging hebben. Dus stuur die mensen erbij en als ze 20 of 30 zijn. Dan worden ze als ze 60 zijn misschien niet dement. Ja? Wat is nou de moraal van dit verhaal? Ja, vat u het even samen. Je moet wel mee. Ja. Want als je, nou ja, als je niet meegaat, dan word je in de gevolgen gezien. Dus je moet van de ellende wel mee. Nee, want ja, wel. Je wordt gewoon gedwongen. Zeker als je nog in je werkzame leven zit. Ja. Want anders dan word je door de jonge lui, word je, nou ja, voor sukkel versleten. Ja, maar niet alleen, ja, door de jonge lui, je wordt gewoon gedwongen. Ja, je wordt gewoon gedwongen. Het is gewoon, zeker als je nog werkt. Misschien als je niet meer werkt, niet. Oh, stop. Het punt is helder. Ik deel uw zorg, ik deel uw verontwaardiging. Ik ben blond, maar niet dom. Ik snap wat u bedoelt. Maar het is niet echt. Nee, maar het is heel simpel, mensen. Als wij in 20 jaar tijd, hè, want het is echt, sinds het internet is het geëxplodeerd. Als wij in 20 jaar tijd zo scheef kunnen laten groeien, dan kunnen wij, want wij zijn snuggere beestjes, kunnen we de komende 20 jaar terugdraaien. Ja, maar als het ons van hoge hand opgelegd wordt, we zijn toch geen onnozele slachtoffers alleen maar? We zitten hier toch met z'n allen weldenkend te zijn? Ik doe het gewoon. Ja, maar als je het filmt, dan val je op een gegeven moment toch buiten de boot. Nou, waar we naartoe moeten is betrekkelijk simpel. We moeten terug naar een situatie waarin we gedoseerd leven. En het is een enorme grote uitdaging, want we zijn allemaal mateloos. We zitten allemaal met dat we meer willen dan we aankunnen. Komt omdat we te veel tijd hebben en te veel geld. Dus we moeten niet naar Afrika kijken als het land waar het ene ebola is. We moeten kijken naar Afrika als het land waar ze helemaal geen burn-out hebben. Ja, en geen depressies. Precies, nou ja, druk hebben. Een klein beetje. Maar zeg maar, zij hebben de hardnekkige variant die met aanleg samenhangt. Net zoals er wat vroeger NBD-kindjes heten, die zijn er nog steeds. Dus een klein, vrij constant groepje, conversiepatiënten, NBD-kindjes. Vitaal depressief heet het dan, of endogeen depressief. Die zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Maar er zijn dus heel veel bijgekomen die eigenlijk alleen maar onder invloed van omstandigheden tot patiënt zijn geworden. En de grootste gemene delen, voor zover we dat nu weten, is dus dat mensen te veel van zichzelf vragen. Zonder dat ze het weten, maken ze daarbij stresshormonen, cortisol. En cortisol, als je in een pilletje stopt, dan heet het corticosteroïd. En de bekendste corticosteroïd is prednison. En waarvoor gebruiken we dat? Dat gebruiken we om ontstekingen te onderdrukken. Waarbij er geen bacterie of virus in de buurt is. Want als je ontsteking hebt door een bacterie, moet je een antibioticum. Dus de groep van de zogenaamde auto-immuunziekte komt zo bij. De groep van de zogenaamde auto-immuunziekte, dus waarbij het lichaam een ontstekingsreactie tegen zichzelf inzet, reuma, colitis ulcerosa, dat soort ziekte, wordt behandeld met prednison. En wat doet prednison? Dat onderdrukt de ontstekingsreactie. En wat is het risico daarvan? Hoge bloeddruk. Ja, dat is een bijwerking. Maar als je even kijkt naar een afweersysteem wat minder werkt, wat is dan het risico? Dat op het moment dat er een beestje opduikt, het afweersysteem hapert, of op het moment dat de twee celletjes niet helemaal lekker delen, er een ontsporing in kwaadaardige richting opduikt, en dat gebeurt waarschijnlijk heel vaak in ons lichaam, alleen een fit immuunsysteem, een fit afweersysteem herkent dat en ruimt het op, en het immuunsysteem wat wordt onderdrukt, dat maakt foutjes. En wij... Sorry? Cortisone, ja, dat is gewoon een andere naam van prednison als een stofje. Maar we maken dus met ons gestreste leven, maken we dus van die cortisol aan. En met die cortisol ondermijnen we
Dus eigenlijk onze weerstand. Dus mensen die veel stress hebben, hebben eerder een longontsteking dan mensen die geen stress hebben. Mensen krijgen door stress ook steeds jonger kanker. We kunnen kanker beter behandelen. Maar stress als factor speelt een enorme rol. En in de bovenkamer veroorzaakt die cortisol die in de bijnieren wordt aangemaakt. Er wordt zo'n bloed ingeknepen. Die veroorzaakt hier allemaal klachten zoals wat u noemde vergeetachtigheid. Je niet kunnen concentreren. En niet het tempo halen wat je gewend bent. Nou, oplossing, want het komt allemaal voor de oplossing, dat weet ik. De oplossing is dus alles doen wat nodig is om je cortisolproductie plat te leggen. Zodat je kan herstellen. En dat mag u op alle mogelijke manieren doen. Het is een hele simpele vuistregel. Als je er nog bij piekert, is het te weinig. Dus als u op de fiets hier naartoe bent gekomen, dan weet u, terwijl je op de fiets zit, kun je gewoon rustig blijven nadenken. Dat is een te lage intensiteit. Als je op een racefiets gaat zitten en u gaat stevig doortrappen, dan merkt u op een gegeven moment dat uw hoofd tot rust komt, omdat u zo lekker met uw lichaam in de weer bent. Nou, het duurt wat langer dan hardlopen, dus daarom zeg ik altijd, ga lekker hardlopen, want je hebt al zo weinig tijd. Dat is een manier. Maar je mag ook yoga doen, je mag meditatie doen, je mag masturbatie doen. De meest toegepaste vorm van meditatie bij mannen, kent jullie? Dat zie je steeds minder, maar wat doen mannen nou als ze hun hoofd leeg willen maken heel veel? Dat durf ik niet meer te zeggen. Vissen. Echt waar. Ik ren af en toe langs de bosbaan. En dan zit er weer zo'n visser en dan stop ik even. Ik vind het zo leuk om te horen. Dan zeg ik, goh meneer, zit u hier al lang? Ja, jongen, 5 uur. En waar denkt u nou de hele tijd aan? Oh, nee. Nergens. Goed bezig meneer. En daarnaast zit dan een mevrouw te breien. En waar denkt die mevrouw aan? Niks. En dat is wat we moeten doen. De chef-koks die hebben het over schorseneren en koolraap. Dat moet allemaal weer op de menukaart. Wat wij op de menukaart voor onze leefwijze moeten herintroduceren is pierenwaaien, labberkakken, baliekluiven, lantervanten, bellenblazen. Dus gewoon dingen. Lummelen. En wat doen we? We drijven onszelf en vooral ook onze kinderen tot waanzin doordat ongeveer het ergste wat je zoontje tegen je kan zeggen is, pap, ik te filmen. Ja. Snel apparaat. Nee, het helpt om je te vervelen. Ik ben christelijk opgevoed en wat heb ik een hoop opgestoken in die kerk door me stierlijk te vervelen. Want op het moment dat je niet meer kan piekeren, dan komen er creatieve gedachten omhoog. Iedereen die wel eens sport, die weet dat je tijdens sporten soms hele leuke ingevingen hebt. Dat komt niet omdat je snappertje zo lekker hard doorwerkt. Dat komt omdat het deel van je brein daaronder, het emotionele brein, dat geeft allemaal lekkere impulsen en die kan je goed gebruiken en dan word je creatief. En daar moet het heen. Nou, die vraag in. Hoe heeft u zelf geleefd? Ik? Ja. Nou, ongeveer even slecht als u. Dus ja. Ik predik iets waar ik zelf heel slecht in ben. Met de loodgieter lekt de kraan en bij de psychiater is dit natuurlijk ook niet op orde. En huisarts ook en drink. Ja, precies. De longarts heeft een gele vinger. Dus mensen kiezen zo'n onderwerp omdat ze er wat mee hebben. De meeste psychologiestudenten zijn zelf een beetje en willen weten hoe dat komt. Dus daarom gaan ze psychologie studeren. Nou, psychiaters zijn geen haar beter. Die denken de hele dag over seks, dus gaan ze Freud bestuderen. Wou je ook nog een vraag stellen? Ja. Okay. Pas je dit altijd in de huidige maatschappij? Ja. Ja, dat kan niet. Nee, dus we kunnen niet meer uren maken of beter proberen te presteren dan we nu al doen. Wat wel kan, dat is eigenlijk het goede nieuws, we kunnen evenveel presteren door er minder tijd aan te besteden. Dus onze efficiëntie kan omhoog, maar dat krijg je niet door harder te werken, dat krijg je door meer te rusten. Want als je goed herstelt, dan kan je meer aan. Als je één niet tegelijk doet, dan krijg je meer taakjes dan wanneer je ze allemaal tegelijk doet. Dus er zijn heel veel hele slimme dingetjes als check maar 2 keer per dag je e-mails en zet die melding uit, want dan ben je even in je Word-documentje bezig. En dan komt er weer zo'n e-mail tevoorschijn. Ja, we zijn allemaal net extra's met zilveren lepeltjes, dan willen we hem hebben ook. Weet je? Dus dan gaan we dat aanklikken en dan ben je er weer uit. Dus je moet... Negeren. Veel slimmer moet je het inrichten. Dus je moet zeggen, ik doe een dagje geen sociale media. En een dag, de sociale media kunnen best een dagje zonder u. Zo'n Oortse campagne. De auto kan best een dagje zonder u. Er moet een campagne komen, de computer kan best een dagje zonder u.
In Amerika heb je nu mensen die leven zonder internet, hè? Wat u al zei. Dat zijn de vegetariërs van de toekomst. Ja. Hey, dus, en dat is goed, want we hebben mensen nodig die zeggen, ik ga hier niet langer in mee. Hoeveel Facebook vrienden wil je hebben om gelukkig dood te gaan? Ja, kijk, hij wil nu echt een breaky-breaky. Ja. Breaky-breaky wil jou. Ja, ik praat door tot 10 uur, hè, dat weet je. Ja, ik zou voorstellen nu een pauze te doen, er worden al vragen gesteld. En het lijkt me dan handig dat ik met de microfoon naar de vragensteller kom, zodat iedereen de vragen ook kan horen. Ik heb al gemerkt, er leven heel veel vragen onder u. En ik zou ik willen voorstellen om nu een kwartiertje pauze te nemen en dat ook iedereen in de gelegenheid is een boek van jou aan te schaffen. Ik blijf hier. Ben ik er weer? Ja, ik ben er weer. Oké. En daarna is er gelegenheid tot vragen? Ja, dat gaan we doen. Klopt. Ja. En dan kom ik met de microfoon naar u toe. De grap is, je verkoopt altijd het boek waar je de meeste aandacht aan besteedt, maar ik heb jullie helemaal niet uitgelegd welk boek waarover gaat. Dus ik stel nu tot mijn verbazing vast dat het boek dat het meest verkocht wordt door niemand gekocht wordt. En toen bedacht ik, oh ja, ik ben iets vergeten. Ik wil een experimentje met jullie doen, namelijk even een minuutje lang tellen hoe vaak jullie ademhalen per minuut. Dus in en uit is één keer, hè? Dus niet in is één, uit is twee, nee, in en uit is een cyclus, dat is één. Dus ik roep klaar af en dan tel je even een minuut hoe vaak je in een minuut ademhaalt. Klaar, af. En stop. Wie had 5 of minder? Ja, dat had eentje 0, maar die is al afgevoerd. Ja. 3, hè, u? Doet u yoga of zo? Oké. En wie zat nog meer op 5 of lager? Wat doet u ervoor? Meditatie. Heel goed. Hardlopen. Yoga. Ja. Dus oefening baart kunst, want... De meeste mensen halen dit überhaupt niet. En jullie doen dus allemaal iets wat helpt om je ademfrequentie in rust laag te houden. Wie zat 6 tot en met 9 in die range? Oh, dat is nog heel veel. En wie zat 10, 14? Dat is altijd de grootste groep. En wie zat 15 of hoger? Oké. Na afloop schrijf ik recepten en dan gaat de opbrengst ook naar Kika. Ja? Wat zeg je? We zouden het hebben over waarom bewegen zo goed. Ja, nou, daar komen we nu. Want als je namelijk hard loopt, dan gaat je ademfrequentie in rust ook omlaag. Want onze ademfrequentie in rust is een hele betrouwbare maat voor hoe ontspannen we zijn. En ik mag het van me aannemen, het is allemaal tig keer onderzocht. Maar ademhaling is veel minder afhankelijk van hoe oud je bent of welk geslacht je hebt of weet ik veel wat. Ieder mens kan... Ieder volwassen mens kan met 6 keer per minuut toe. Dus als je relaxed bent, dan zou je aan 6 keer per minuut voldoende moeten hebben. Maar iedereen die piekert, die krijgt het niet op 6. Dus
Je kan twee dingen doen. Stoppen met piekeren, dan zakt je ademfrequentie mee. Of je kan je gaan concentreren op je ademhaling en stoppen piekeren. Is er nog iets anders dan wat u nu zegt? Want er zijn bijvoorbeeld andere oorzaken dat je ineens moet stoppen en dat dan de ademhaling weer omhoog gaat? Nou, je kan ademhaling kan je ongelooflijk goed sturen. En door gewoon ademhaling te trainen blijkt dat je heel veel klachten, die werk je eruit. Want je kan niet ontspannen zijn als je te snel ademt. En als je te snel ademt, ik ben ooit gepromoveerd op behandeling van de paniekstoornis, toen het hyperventilatiesyndroom. In die tijd was al bekend dat mensen die te snel ademen, die hebben een risico om een angststoornis te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet zo specifiek is. Die hebben ook een verhoogd risico om depressief te worden, om burn-out te raken. Dus er is een enorm belang bij ons allemaal om wat rustiger adem te halen. Dus dat is het verhaal over die ontspanning. Nou, dan kom je bij welke rol speelt bewegen daarin. Heel veel mensen die gaan aan het eind van de dag gaan ze sporten. Dat moet al snel. Die komen dus binnen met een ademfrequentie van 14 of 15 per minuut. En dan gaan ze sporten. En dan komen ze op het niveau dat je 14 of 15 keer ademen per minuut ook echt nodig hebt. Want dat is dan je lichamelijke inspanningsniveau. Nou, de piekeren stopt. Dus in één keer voel je tijdens het hardlopen lekker, want ineens is er balans. Dus de hoeveelheid zuurstof die je nodig hebt voor het rennen, die haal je uit 14, 15 keer ademen. Dat is geen antwoord op de vraag. Ja, maar ik ben nog in het algemene betoog, dus ik kom wel bij. Op het moment dat je nog harder gaat rennen, gaat je ademfrequentie nog hoger. En dat kun je maar beter niet doen, want dan is de kans groot dat als je terugkomt en haastig weer e-mails wil checken en al onder de douche springt voor je bent uitgezweet, dat je gewoon weer op 14, 15 blijft hangen. En dan werkt het niet. Waar het om gaat, en dat is echt heel belangrijk om te bedenken, is dat wij allemaal ritmische beestjes zijn, we hebben het met die hormonen al een beetje over gehad, en dat wij van nature goed zijn in niks doen, actie, niks doen. Mensen zijn ook zoogdieren, en het gemiddelde zoogdier, heb ik me door een hooggeleerde bioloog laten vertellen, doet 18 uur per etmaal niks en is maximaal 6 uur actief. En wij hebben nu de diersoort mens, die keert het om, die is 18 uur actief en die denkt het met 6 uur slaap wel te redden. Dus dat is niet goed. Wat verhoogt nu enorm het rendement van dat bewegen? Dat is, zijn hier hardlopers? Wie? Oh, er zijn nog veel zielen te winnen. En wie van u heeft een hartslagmeter? Wat je zou kunnen doen namelijk is het volgende kunstje, ik doe dat zelf ook altijd. Je gaat je hartslagmeter omdoen, voor je gaat hardlopen. En dan ga je even rustig zitten. Beetje actief, hè, zoals ik nu zit bijvoorbeeld, niet onderuit gestoord, maar even een beetje actief zit. En dan ga je een ademhalingsoefening doen. En wat zie je dan gebeuren als je rustig ademt? Dan gaat je hartslag omlaag. Dus je zet eerst jezelf in de ontspannen modus. En dan ga je hardlopen. En als je terugkomt, doe je hetzelfde trucje nog een keer. Ga je weer met een ademhalingsoefening je hartslag omlaag brengen. En dan zie je dat het effect van het hardlopen veel groter is dan wanneer je in de gehaaste modus vertrekt, gaat rennen en dan weer in de gehaaste modus verder. Want dan zit je nog steeds in dat 7 keer 24 uur ritme. Dan is het enige wat er verandert, is dat je in plaats van met je hoofd, met je lijf aan het inspannen bent. En dat is ook precies de verklaring waarom heel veel mensen die burn-out zijn, die zeggen, ja, ik heb wel geprobeerd sporten, maar ik knapte daar helemaal niet van op. Nou, dat komt omdat als je helemaal opgebrand bent, dan heb je rust nodig en niet nog meer belasting. Want eigenlijk betekent burn-out dat je die reserves er doorheen hebt gejaagd, dus je moet die reserves aanvullen. Die vul je niet aan door in bed te gaan liggen. He, mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom moeten vooral niet in bed blijven liggen, want je wordt alleen maar vermoeider. Die vul je aan door gedoseerd te bewegen. Maar dat is een beetje maatwerk en dat is nou een argument om te zeggen, runningtherapie is wel een vak. He, want je moet mensen leren om te voelen wat goed voor ze is. En de meeste van ons hebben helemaal geen gevoel bij die ademfrequentie. Dus er was hier iemand die had 15 keer per minuut en die dacht, hè? Adem ik zo snel? Er zijn ook mensen die hebben maar 6 keer en die zijn het zich ook niet bewust. Dus je moet, als je iets wil veranderen, moet je eerst een soort bewustzijn ontwikkelen dat dat nodig is. En dat betekent dat je het gewoon moet agenderen ook. En sport hoef je niet leuk te vinden. En je hoeft het ook niet te doen, maar dan moet je wel zorgen dat je voldoende lichaamsbeweging hebt. Want als je te weinig lichaamsbeweging hebt, is dat gewoon riskant. Punt. Er gaan al meer mensen dood nu in de wereld door gebrek aan lichaamsbeweging dan door roken. 5,8 miljoen per jaar. Door gebrek aan lichaamsbeweging 5,3 miljoen door roken.
En het gebrek aan lichtverwerking neemt toe. En roken is een soort van constant. Je had een vraag. Nou, het gaat nu vooral met het over hardlopen. Ja. Maakt het ook, is er een speciaal voordeel aan hardlopen? Of nee, hoor. Kun je daar elke andere sport ook voor invullen? Nee, de vraag is of het om hardlopen moet gaan specifiek. Dat is niet zo, maar het moet wel om duursport gaan. Dus die explosieve sporten waarbij je achter een bal aan rent. Die zijn verder prima en ook sociaal wenselijk en weet ik. Dus dat moet je allemaal wel doen. Maar als het gaat over het ontlasten van je hoofd, dus die hersenschors kalmeren en die cortisol afbreken en die veel goedstofjes aanmaken, dan moet je een duursport doen. Dus dat mag roeien zijn, het mag fietsen zijn, het mag hardlopen zijn, het mag aquajoggen zijn. Het mag zelfs met van die kleine gewichtjes herhaaloefeningen doen. Maar het is niet op kracht gericht en niet op explosiviteit, het is allemaal op duur. Ja, maar die gaan ook al vaak heel te intensief. Dus bijvoorbeeld spinning, dat is echt gruwelijk. En dan ga je namelijk verzuren. En op het moment dat je verzuurt, betekent dat eigenlijk dat je je suikervoorraden op gaat gebruiken. Terwijl wat je wil trainen, want dat komt er nog bij, als je ontspannen ademhaalt, dan ben je ook vet aan het verbranden. Dus mensen die ontspannen zijn, die verbranden hun vet. Mensen die heel erg piekeren, die verbranden hun suiker, want het brein draait vooral op suiker. Dat is precies de reden waarom wij zoveel snoepen, omdat we zo ontzettend veel met ons hoofd werken. Terwijl een duursporter is iemand die getraind is in vet verbranden. Dus voor duursport heb je geen suiker nodig. Dan train je dus een ander verbrandingsmechanisme dan wanneer je denkt aan het eind van de middag, ik word een beetje moe, ik neem lekker kuppensoep, want dat onderhoudt je suikerverslaving, want kuppensoep zit vol met suiker. En waarom wil je dat hebben? Omdat je hoofd vraagt om suiker, suiker, suiker. Zo werkt dat. Daarom is het kassakoopje bij de Shell ook altijd 2 Snickers voor €1,50. Omdat ze bij Shell weten dat wij enorm veel behoefte hebben aan suiker. Maar dat komt omdat we ons vet niet kunnen verbranden. Nou ga ik een vraag van u beantwoorden. Ik heb nog steeds gemist dat je tijdens het sporten een veel koetstofje aanmaakt. Waar je van merkt dat je je juist beter voelt. Ja. En dat heb ik nog steeds niet gevonden in uw pleidooi. Je moet wel bewegen, maar dat veel koetstofje, wat zo goed werkt voor dat bewegen. Ja. Al hou je helemaal niet van sport, je gaat sporten, dan voel je toch even dat je denkt, hé, zit lekker in mijn vel. En dat heb ik nog steeds gemist. Waarom? Het is geen vraag, het is een aanvulling. U zegt iets heel belangrijks. Ik heb niks ook van u. Oh, oh, nou, ik maar. Ja, oké. Okay. Een omissie van mijn kant. Als je gaat bewegen, dan breek je dus van die rottige stofjes af. En je maakt lekkere stofjes aan. Het meest bij leken populair is natuurlijk de endorfine. Dan zeggen ze ook van hardlopers, het zijn endorfine junken. Dat is flauwekul, want je kan namelijk geen lichaams-eigen stof aanmaken in hoeveelheden dat je eraan verslaafd raakt. Punt. Dat kan niet. Je kan aan de morfine verslaafd raken. En omdat morfine verwant is aan endorfine, zeggen ze dat hardlopers endorfine junkies zijn. Maar dat is niet zo. Bovendien ga je van endorfine ga je niet per se beter voelen. Er zijn heel veel meer stofjes die je aanmaakt. Testosteron ga je ook beter doorvoelen. Ook vrouwen hebben testosteron en maken testosteron als hardlopen. Maar ook allerlei stofjes die bijvoorbeeld het serotoninegehalte oppompen. Dus een van de redenen dat runningtherapie bij niet al te ernstige depressie even goed werkt als antidepressief is omdat de stofjes die de aanmaak van serotonine stimuleren, BDNF heet dat. Kent iemand BDNF? Balkon voor het brein, bijgenaamd. Dus de aanmaak van BDNF die verbetert als je gaat bewegen. Nou, we hebben, weet u dat ook al, we hebben ook cannabinoïdreceptoren in ons hoofd. En je kan dus als je gaat hardlopen, maak je ook je eigen cannabisachtige stofjes aan. Dat is echt waar. Die heten endocannabinoïden, dus endorfine is morfine van binnenuit, endo. En endocannabinoïden zijn cannabisachtige stofjes van binnenuit. Wat doen die blowers? Hetzelfde als die melatonine slikkers. Die gooien de aanmaak van de lichaams eigen cannabisachtige stofjes gooien ze plat. Dus die gaan zich nooit meer op eigen kracht relaxed voelen. Daarom is blowers een ongezonde bezigheid. Maar hebben ze weer uppers en downers voor? Ja, uppers en downers, ja, helemaal. Ja. Maar goed, je krijgt dus bij bewegen twee dingen die even belangrijk zijn. En ik ben nu terecht gewezen, terecht, door die mevrouw hier. Afbraak van hinderlijke stoffen, met name cortisol. En aanmaak van stofjes waardoor je je beter voelt. Dank u wel. Maar bereik je dat ook gewoon met wandelen? Zegt u? Het gaat om de intensiteit. De vraag is, bereik je dat ook met wandelen?
doorstappen. Sommige mensen bereiken dat al met wandelen. Dat betekent vooral dat ze heel erg weinig gedaan hebben. Want die worden dan van wandelen halen ze al een... De vuistregel... Nee, het is een serieus antwoord. De vuistregel is... We hebben allemaal een maximale hartslag. De meeste van ons weten die niet, want die varieert heel erg van persoon tot persoon. En de intensiteit waarbij je optimaal effect hebt, die zit op ongeveer 70% van jouw maximale hartslag. Dus een makkelijk voorbeeld, als je hart nog 200 keer per minuut kan, dan moet je een sport doen of een beweegactiviteit op een hartslag van om en nabij de 140. En dat is een soort van optimaal. 150, 160 is te hard, want dan ga je verzuren, dus daar knap je niet van op. Maar 100 is te laag, want dan, hè, net als op de fiets hierheen komen, dan blijf je rustig doormalen. Dus dan schiet je tekort. Dus eigenlijk zou je willen, zou ik willen, dat zorgverzekeraars ons allemaal conditietesten gunnen, zodat je die waarde bepaalt. En dan krijgen we allemaal een hartslagmeter cadeau en dan kunnen we gedoseerd gaan sporten. Want de kunst is dat je in de goede range zit. En te licht is niet goed. En te zwaar, dat werkt helemaal averechts. Dan geef je het sporten de schuld. Maar dat is niet waar. Als je gedoseerd sport, dan maak je altijd veel goed stofjes aan. Ook als je het niet leuk vindt. Is hier ook al verklapt. En ik zeg altijd tegen mensen, het is net als met de afwas. Je hoeft niet leuk te vinden. Als je het gedaan hebt, ben je altijd blij dat je gehad hebt. En zo is het. En sport hoef je niet leuk te vinden. Maar sport moet als je te weinig tijd hebt om aan voldoende lichaamsbeweging te komen. Ik heb zo'n horloge. Deze houdt alles bij. Die weet alles van me, dit horloge. En dan doe je al die instellingen en dan... registreert hij hoeveel je beweegt over de dag. Nou, ik train 4 dagen per week, kom ik ruim boven de 100%. Maar die dagen dat ik niet train, haal ik het meestal niet. Terwijl ik heb die hond, ik loop trappen, ik heb een auto met een stekker eraan, dus ik moet altijd naar die laadpaal op en neer, dus ik beweeg echt wel. Maar toch zit ik zoveel in mijn werk, dat ik die 100% niet haal. En dan ben ik echt volgens mij bovengemiddeld actief. We zien bij ons... De burn-out percentages zijn 1 op 1 gerelateerd aan hoeveel mensen tijd doorbrengen achter de computer. Echt ongelooflijk. Dus hoe meer schermwerkers, hoe hoger het aantal mensen met burn-out. Ja. Het is helemaal niet erg dat mensen achter een scherm moeten werken, maar ze moeten dan wel compenseren. Dus ieder uur een pauze, even 10 minuten eruit, even frisse buitenlucht, even, zodat je systeem even aan en uit gaat. Goed, wie nog? Ik kom wel even met de microfoon naar u. Ja, ik heb vroeger liep ik hard, ja. Tot mijn 40ste of zoiets. Toen kreeg ik een hernia, ja. Hè? Met dat klapbeentje erbij. Ja. Dus hardlopen ging me niet meer lukken. Geopereerd ook? Ja, geopereerd ook. En dat been achter me aangesleept, gaat goed. Ja. Nou wandel ik, ja. En ik werk in de tuin. Ja. Maar ik moet zeggen, als ik wandel of in de tuin werk, ik voel me minstens net zo happy als dat wanneer ik... Prima. Maar hoe kan dat nou? Heb ik een aanpassingsmechanisme gemaakt? Nee. Ontspan dus terwijl u wandelt of in de tuin werkt. Ja, dat is waar. Ja, maar je hebt heel veel mensen die doen alleen maar yoga en meditatie. En die zijn helemaal niet te zwaar. Die doen helemaal niet aan sport. Maar die zijn wel, als ze yoga en meditatie doen, zijn ze hun vet aan het verbranden en aan het ontspannen. Okay. Je kan afvallen met ademhalingsoefeningen. Dat is echt veel goedkoper dan Dr. Atkins. En het is echt waar. Het is echt waar dit. En dan krijg je mensen die zeggen, wat is dan ideaal? Dan zeg ik 3 keer per dag 10 minuten. En waarom? Omdat je dan zeg maar echt leert om het te doen. En als je dat een tijdje doet, dan ga je ook voelen wat het je oplevert. Dus doe dat 3. Nou, daar heb ik geen tijd voor, dokter. Maar wat kan u dan? Nou, 1 keer per dag 10 minuten. En wanneer dan? Ja, 's avonds laat. Nou, dan zeg ik, ga dan maar de tijd dat u anders naar bed gaat. 10 minuten ademhalingsoefening doen, nou, dat halen ze meestal niet, want als ze 3 keer ontspannen hebben, dan slapen ze. Maar het is echt ongelooflijk hoeveel je eruit kan halen en hoe wij ons die tijd niet gunnen. Wie? Ik ben een dag sauna. Ik ga 1 keer per week echt een dag sauna. Gewoon, dan is het gewoon oké, voor mij. Een dag sauna? Een dag sauna per week, ja. Maar er is wel debat over wat de optimale frequentie is. En het is zeker niet zo dat je iedere dag zou moeten gaan hardlopen. Je moet zelfs ook af en toe gewoon een rustdag hebben. Om te herstellen van lichamelijke inspanning. En dan is altijd de vraag, wat is het optimum? En vrij zeker is dat 3 of 4 keer in de week. Dus dat u met 1 dagje sauna redt, dat is geluk. Ja. Dat, als u het mij zou vragen, zou ik zeggen, ga 3 keer in de week wat korter. Dan doe je de sauna tijd in stukjes knippen. Maar waar het om gaat is dat je
het gewoon het aan-uitzetten van je systeem. Want dat is hoe wij altijd geleefd hebben. Dat is een hele korte tijd heel erg veranderd. En de optimisten zeggen allemaal, ja, wij evolutionairen passen ons aan en zo. Maar een beetje eigenschap overerven, dus dat je je daarop aanpast, duurt 5 generaties. Nou, dan ben je echt een hele tijd terug, hoor. Of een hele tijd vooruit, voor je dat gewend bent. Maar als je nou net zoals die mevrouw een ongeluk hebt gehad, ja. Dat je op een topsport voor alles, ja. En dat eerst 4 jaar bezig moet, ja. Zijn om te kunnen lopen, 4 jaar, dan, ja. Ben je intensief bezig, omdat je, ja. Hè, maar daarna, wat moet je dan doen? Ja, sporten kan ik niet meer. Ik ben gekeurd voor sporten, ik zou het moeten kunnen, maar er is geen sportschool die mij 2 trappen hoog op naar beneden laat gaan, want dat kan ik al niet meer op. Brengen. Dus ga ik zelf iets verzinnen, ja. Dit en dat. Maar hoe kan ik dan controleren of die ademhaling goed is? Ik heb alleen gemerkt dat ik steeds dikker word. Ja, dat weet ik. Nee, maar kijk, wat u zegt is een pleidooi om professionele begeleiding vanuit de zorg te organiseren. We moeten aandacht, zo. Nee, maar goed, wij zijn de baas van de zorg. Die zorgverzekeraars die moeten namens ons het geld besteden aan dingen die nuttig zijn. Dan gaan we allemaal beter stemmen, maar dat helpt ook niet. Want nee, maar kijk, het probleem is, daar gaat dat Blijf Beter boekje over. Het probleem is, als je de kosten in de zorg wilt terugdringen, is maar één manier. Dat zag ik niet aan mijn duim, dat hebben alle deskundigen die dat onderzocht hebben steeds weer gevonden. Moet je investeren in preventie. Dus je moet mensen leren om gezonder te leven. Want ergens tussen de 60% en 90% van al onze zorgconsumptie is direct gerelateerd aan onze leefstijl. Dus je moet mensen leren om gezonder te leven. En dan gaan ze minder zorg consumeren. Dan kun je zeggen, ja, dat zegt de zorgverzekeraar. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om niet te veel te eten en voldoende te bewegen. Maar zo werkt het niet, want de firma Duivis en de firma Unox, en noem ze allemaal maar op, die zijn ons de hele dag aan het verleiden om te eten. Je krijgt de hele dag krijg je eten aangeboden. Dus je moet met je bovenkamer de hele dag zeggen, ik doe het niet, ik doe het niet, ik doe het niet. Maar netto gaan 99 van de 100 mensen eerder eten dan goed voor ze is, omdat ze de verleiding niet meer kunnen weerstaan. En als je het wel kan weerstaan en je bent weer op gewicht, dan donder je met je schoenmobiel ergens tegenaan en dan zit je poot weer voor weken in de was, dan kan je weer niet goed. Nee. Dan begint dat weer op een onderkant. Dus het leven heeft ook allemaal zijn klemmen. Dat is ook zo. Dat je denkt, ik ben nou weer op jou en dan is het weer dit en dan is het weer dat. Zeker als je ouder wordt. We pakken nog even een vraag, ja? Ja. Ik loop even naar u toe. Wacht even. Ik ben heel benieuwd hoe u er tegenaan kijkt dat wij over 20 jaar te maken krijgen met een jeugd die dan volwassen is, die niets anders doet de hele dag dan multitasken. Dat is nu al. Ja, nee, dat is nu al. Ik denk dat het alleen maar erger wordt. Hoe zouden we dat kunnen begeleiden, kunnen omvormen? Wat moeten we daarmee? Want ik denk dat het een serieus probleem is. Dat is ook zo. Het is inderdaad nu al, maar hoe denkt u daarover? Het probleem zijn de ouders, want achter ieder mateloos kind zit een mateloze ouder. Dus wat er gebeurt is dat ouders, die hebben dan een papa of een mama dag. En die ouders werken sowieso te veel, want ik ben heel erg voor emancipatie. Maar vroeger was er 1 ouder 5 dagen aan het werk en die andere ouder was voor de kinderen. En dat was dan misschien niet helemaal terecht heel vaak de moeder, maar dat doet er niet toe. Die kinderen hebben minder ouder, want die ouders willen ineens allebei 4 dagen werken. Dus die ouders werken 8 dagen in plaats van 5 dagen. Samen. Dus dat betekent dat er voor de kinderen minder ouder is. En wat er dan ook gebeurt, is dat die ouders steeds meer moeten doen in die werktijd. En dan krijgen ze dat niet af. Dus dan hebben ze op een gegeven moment woensdag vrij voor de kinderen. Maar dan hebben ze nog 398 e-mails die ze moeten beantwoorden. Dus dan gaan ze daarmee aan de slag. En het kind is toch lekker rustig, want het zit achter een apparaat. Dus ze maken eigenlijk dezelfde fout. Alleen die ouder, die is misschien nog eerst 40 jaar een beetje gerozeerd geweest en die loopt daar misschien wat later mee in de problemen, maar dat kind valt eigenlijk ten prooi aan slecht voorbeeldgedrag van die ouders. Je kan daar echt dingen in doen, maar dan moeten wij met z'n allen besluiten dat we bijvoorbeeld onze kinderen langer op school laten zijn, dat op die school alleen als er computerles is met een apparaat wordt gewerkt en dat de extra tijd die ze op school doorbrengen opgaat aan beweging, gewoon op het speelplein. Dan moeten de ouders 's ochtends met die kinderen ontbijten en contact hebben en alle apparaten uitlaten. En als ze zo'n 5 uur die kinderen ophalen,
moeten ze ook niet op een apparaat. En dan mogen ze dan pas als de kinderen in bed liggen weer opstarten. Maar tot 10 uur, want als ze om 12 uur naar bed gaan, ze willen lekker slapen. Dus de verantwoordelijkheid om die kinderen daar tegen te beschermen en om buiten te sturen, die ligt bij ons. En die maatregelen die ik nu noem, die zijn allemaal evidence-based. Dat kun je gewoon allemaal nalezen. Alle deskundigen die zullen dat bevestigen. Maar die komen er niet doorheen. Waarom niet? Omdat wat er speelt nu, dat is dat Apple, zeg maar de farmaceutische industrie van 20, 30 jaar terug is. Dus die willen ons allemaal zo'n apparaat verkopen. En wij zijn net als extras, wij willen allemaal zo'n zilveren lepel. Niet omdat we er langer door leven, maar omdat het van die kekke apparaatjes zijn. En zo worden we dus verleid om de hele tijd iets te gaan doen met een apparaat wat niet goed voor ons is. Ja, maar dat doen de kinderen toch wel, ook al proberen de ouders toch. Nee, maar die ouders, het is heel simpel. Als ik op woensdag vrij heb voor mijn kinderen en het is slecht weer, of het hoeft niet eens slecht weer te zijn, dan zegt mijn zoontje, mag ik even op een apparaat? Dat is ook letterlijk wat hij vraagt. En dan zeg ik, ik dacht het niet. En dan gaat hij het proberen. En als ik thuis blijf met hem, dan is de kans heel groot dat hij en of ik achter een apparaat eindig. Is een oplossing, dat heet het bos in. En dan gaan ze op te beginnen zeggen dat ze er geen zin in hebben. Maar ik weet niet of jullie ooit met een kind in het bos geweest zijn. Het duurt niet heel lang of ze rennen gewoon achter een takje aan of ze zien een konijn of weet ik veel. En dan gaat het goed. En dan kom je thuis 's middags en zitten ze met de tong op de knie aan tafel. En dan hebben ze geen ADHD. En wat er nu gebeurt, ze zitten de hele middag achter een apparaat. Dan zeg je, we gaan eten. Dan kunnen ze aan tafel niet stilzitten. Dan gaan ze naar de kinderpsychiater en zegt, nee, dat is ADHD, daar moet Ritalin in. Dat is wat we doen met elkaar. Omdat we de verantwoordelijkheid... Nee, maar we hebben ook een goed kind. En ook ja, maar we moeten met elkaar de verantwoordelijkheid nemen in de richting van die kinderen. En je moet elkaar er ook op aan durven spreken natuurlijk. En dat is... Maar u stelt al jaren, gewoon vind ik dus... Ja, ik ga lekker door. Ik woon nog een psychiater, de psychiaters gewoon. Vandaag weer een nieuwe fase gewoon. U riep dat al jaren terug gewoon. Nee, blijft dat gewoon herhalen. Ja, dat vind ik hard. Maar waarom wordt dat niet opgepikt? Ja. Er zijn er meer mensen met een heleboel goede visie. Het is ook voor mij worden niet opgepikt. Nee, maar het is ook business. Ja, 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 het is alleen maar goed. Het minister van Onderwijs is op een gegeven moment snel buiten. Wij moeten leerlingen niks meer leren. Ze moeten leren programmeren. Ja, en dingen opzoeken. En dan denk ik, ja, de zoek, dat is toch al meteen de stoom gezet. Het wordt nu een debat, maar dit wordt een debat. Hartstikke leuk, ja, dit is heel fijn. Maar ik sta achterin, ik kan het niet verstaan. Dus, nee. Ja, laten we een paar vragen nemen, want ik vind debat heel leuk, maar debat is voor het café, toch? Is hier een café? We hebben hier een café, nee, volgens mij niet. Loosduin heeft geen café. Nee. Ah, nee. Vragen zijn nog maar, ik zie daar een. Oh nee, sorry, dat was geen vraag. Daar is nog een vraag. Oh, er is daar een café. Ja. Ja, ik zag allemaal achter u aan. Ik had hier nog een vraag. Waar vindt u een psychiater zoals u die niet gelijk naar medicijnen grijpt? Ik ben bij de derde psychiater om van pillen af te komen en ik kwam met meer pillen naar buiten. Ja, dat is een goede vraag. Wat wij bij Vitaal.nu aan het doen zijn, we zijn vooral in Amsterdam en een klein beetje Rotterdam. We gaan in Rotterdam een beetje groeien, maar omdat we zo klein zijn, hebben we geen contract. Omdat we geen contract hebben, moet je alles zelf voorfinancieren, want je krijgt pas achteraf betaald. Dus het is heel ingewikkeld om dit concept wat groter te laten worden. Of je moet zeggen, mensen moeten maar zelf betalen. Maar wat je ziet, ik doe nu 20 jaar dit vak, is dat de tijd dat wel eens een patiënt bij je binnenkwam die nog geen pillen had, die ligt ver achter ons. De meeste mensen krijgen van hun huisarts al antidepressieven. En pas als dat niet werkt, gaan ze richting de psychiater. En ik denk oprecht dat voor heel veel die mensen geldt dat ze beter die pillen niet hadden kunnen krijgen. Maar dan zijn ze er al aan begonnen en krijgen ze er dan maar eens af. Want ze zijn niet verslavend, maar als je gaat afbouwen, krijg je wel vaak allerlei verschijnselen waardoor je denkt, nou, ik blijf het maar braaf innemen. Ja, ik ben nu aan het afbouwen, maar dat is eigenlijk best wel goed. Nee, maar het is, afbouwen is lastig, je moet er echt heel erg de tijd voor nemen. En het andere is, want dat is eigenlijk wat we nu een beetje aan het proberen zijn, of we gewoon afbouwprogramma's kunnen maken waarbij de mensen met ontspanningsoefeningen en lichaamsbeweging en mindfulness en yoga en whatever, door ze dat te leren terwijl ze afbouwen, dat ze er iets voor in de plaats hebben, waardoor ze zelf de stofjes aanmaken en afbreken, die nu een beetje door die pillen worden beïnvloed. Dus dat is wat we proberen te doen. En nou, de meeste collega's van mijn leeftijd of ouder, die hebben de pest aan, maar er zijn wel veel jonge collega's die wel ook zoiets hebben van
hij is misschien een beetje raar, maar hij heeft wel een punt of zo. Dus er gebeuren ook wel goede dingen. Ik ben best wel optimistisch. Nog meer vragen? Ja, ik heb het. Oh, nog even wat. Hoe ontstaan we psychose? Nou, dat is een Nobel Prize winning question. Als ik die kan beantwoorden. Nee, dat weten we niet. Er is ongelooflijk veel geld gespendeerd de afgelopen decennia aan het vinden van het zogenaamde schizofrenie-gen. En dat hebben ze niet gevonden, maar dat is niet raar, want schizofrenie bestaat niet. Kijk maar vanavond even op die website. Ze kunnen in de analyse, zeg maar, van hoeveel procent iets bijdraagt aan het ontstaan. Hè? Kun je dus een weging geven aan genetische factoren. En al dat onderzoek, al die miljarden, hebben opgeleverd dat ze ongeveer 1% van de schizofrenie kunnen verklaren vanuit erfelijkheid. Dat is een beetje op het niveau van dat 2 of 3% van alle vormen van borstkanker is ook erfelijk. Dat is een hele kleine minderheid. Het volgende is dat ze ontdekt hebben dat als je een beetje aanleg hebt, een heel klein beetje maar, en je steekt regelmatig een joint op, dan wordt de kans op een psychose in één keer 20 keer zo groot. Dus als je helemaal geen aanleg hebt, dan kan je misschien helemaal surfblowen en nooit psychotisch worden. Heb je een beetje aanleg en je gaat erbij blowen, dan heb je gelijk een heel explosief mengsel. En zit je heel snel bij een psychose. Dat heeft heel veel te maken dus met stofjes die we tot ons nemen. Want sinds de cannabis er heel anders uitziet en heel andere concentraties van stoffen heeft dan 20, 30 jaar geleden toen ik jong was, worden er veel meer mensen psychotisch van blowen. Het heeft te maken met de stofjes die erin zitten. Nou ja, daar kan je ook psychotisch van worden, maar het psychotisch worden staat niet op zichzelf. Een heel ander voorbeeld is dat mensen die in 1980 psychotisch waren, die hadden wanen die over AIDS gingen. Mensen die in 1950 psychotisch werden, die hadden wanen over de Russen. Mensen die nu psychotisch worden, hebben wanen over moslimterroristen. Dus de waan staat niet op zichzelf, die gaat gewoon mee in de tijd. Is het dezelfde ziekte of is het misschien dus toch een uiting van iets? Ik denk toch, ja, mijn moeder had een psychose en misschien zit er geen. Wacht even, ik kom even met de microfoon achterin, dus dat niet horen. Mijn moeder had een psychose en ik weet niet of het in onze familie voorkomt, maar dat is toch gewoon ontstaan door hoge spanningen. Of ik nou, dat zijn omstandigheden waarin een psychose zich kan openbaren. Je kan zeggen dat iedereen die psychotisch is, die is ook gestrest, maar waarom de een van stress angstig wordt, een volgende depressief en weer een ander psychotisch. Dat is helemaal niet opgehelderd. Sterker nog, we hebben die 400 diagnoses. Het lijkt erop dat erfelijkheid voor psychiatrische aandoeningen volledig aspecifiek is. Dus als je vader of moeder iets psychiatrisch had, dan heb je als kind ook een verhoogde kans. Maar dat is niet depressie erft over in depressie. Nee, een depressieve vader, een verhoogde kans als dochter op een eetstoornis of een angststoornis of een depressie. Een angstige moeder, een verhoogde kans als zoon op een psychose, een posttraum, noem het allemaal op. Dus de aanleg is heel aspecifiek en de toekomst van dit vak zal echt zijn het bestuderen van de omstandigheden en het nadenken over dat wij in onze omstandigheden rare dingen aan het doen zijn als we steeds meer mensen met psychiatrische problemen hebben. Nee, dat ook. Dus dat zijn ook omstandigheden natuurlijk. Ik zag net nog twee vingers. Ik zie daar nog iemand en ik zie daar nog iemand. Mevrouw. Hoe komt het eigenlijk dat er hier veel meer vrouwen zitten dan mannen? Dat verbaast mij. Oh, dat is zo'n leuke man. Is dat een vraag voor Bram of is dat een vraag voor de bibliotheek? Ja. Voor de meisjes. Nou, ik heb me laten vertellen dat er altijd meer vrouwen zitten. Dat is ook wel mijn ervaring. Als ik het onaardig zeg, dan is het omdat vrouwen veel vaker met psychiatrie in aanraking komen. Maar de andere kant daarvan is een stuk aardiger. Namelijk, vrouwen hebben veel meer interesse in hoe ze zich voelen dan mannen. He, want vrouwen gaan eerder met iemand praten dan mannen. En dat is niet omdat mannen niet gestoord zijn. Dat is omdat de stoornis van mannen zich vaak op een heel andere manier uit. En heel plat kan je zeggen, vrouwen belanden in het gesticht en mannen in de baas. Dus als je over erfelijkheid praat, in rottige gezinnen zeg maar met veel kinderen, dan worden de jongetjes boefjes en de vrouwen worden patiënt. En hoe dat precies komt, dat weten we niet zo goed. En misschien dat de emancipatie dit helemaal recht getrekt. Dus er mogen van mij meer vrouwen in de baas en meer mannen in het gesticht. Maar dat is een beetje wat het nu is. En jullie doen 2/3 als vrouwen in dit vak.
Ik zag daar nog iemand een vinger op steken, dus ik loop even naar u toe. Nou, ik wilde eigenlijk even weten wat u vindt. Ik weet niet of u ernaar kijkt van het programma van Anita Witsier. Dat je zo'n beeld krijgt van de psychiatrie, of gesloten afdeling, open afdeling. Ja, nou, ik kijk er niet naar, maar dat komt omdat ik eigenlijk nooit tv kijk. Want als je tv kijkt, dan moet je... om een programma te kunnen volgen, moet je eerst naar een ander programma kijken. Want op tv gaat het over tv. Dus als ik een broek een keer aanzet, zit daar iemand te praten over een programma wat ik niet ken. En dan... Dus er is een hele beroemde boer en die wil twee vrouwen, dat soort dingen. Dus daardoor kijk ik nooit. Maar ik weet dat Anita Witsier in de Rembrandthof in Hilversum heeft gezeten. En ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het betekent dat er meer aandacht is voor psychiatrie. Dus dat is een goed teken. Ook het feit dat u met zoveel hier zit is een goed teken. En het is niet het enige programma. Je hebt Geef Me Je Angst. En je hebt programma's over dwang. Dus er is heel veel. En op zich vind ik het allemaal goed. Alleen het vervelende is dat een tv-programma altijd een hele gekleurde weergave van de werkelijkheid is. Dus wat je daar ziet... is nooit het gemiddelde. En mensen die met rare afwijkingen op tv gaan, die zijn alleen nog vanwege het feit dat ze ermee op tv gaan afwijkend. Het gemiddelde zie je niet op de televisie. En zo hebben ze bij Anita Witsier alleen die mensen in beeld gekregen die zeiden, nou ik wil wel in beeld. Maar de mensen die niet in beeld willen, die dragen ook bij aan het gemiddelde. Dus het is prima dat ze het doet. Het is ook fijn dat er zoveel mensen naar kijken, maar tegelijkertijd vertekent het de werkelijkheid. Met name stoort me dat bij die programma's over dwang, want dwang is een heel media-genieke kwaal, maar het is eigenlijk een vrij zeldzame aandoening. Dus je krijgt hele exotische mensen in beeld, terwijl de gemiddelde patiënt met een angststoornis, die lijkt heel erg op ons allemaal. Weet je, die zit er hier gewoon tussen en niemand heeft het door. En dan krijg je mensen met dwang die hele rare dingen doen en je, die is gek. Dat is niet de bedoeling. Het idee is, wij zijn allemaal gek en sommigen ietsjes meer. Is er nog een vraag? De laatste vraag. Ja, de laatste vraag. De laatste vraag. Niemand? Nou, echt niemand? Wie gaat het morgen beginnen met rennen? Ja. Eén ziel gewonnen. Ja, daar doe ik het voor. Ja, dat doe ik voor. Iedere ziel is er, hè? Is er niemand meer die nog een prangende vraag heeft en zegt van nou, dit is toch de eye-opener voor de avond? Misschien heb ik... Oh. Ja, wacht even, nou komen er eens aan mijn vingers. U heeft het erover of ik ga rennen, maar het brengt mij wel toe om meer te gaan bewegen. Ja. Rennen is mijn ding niet. Nee, maar dat hoeft ook niet. En ik ben ook heel tevreden als hier mensen zeggen die ik ga wat meer aandacht besteden aan ontspanning. Dus durf ook gewoon een keer te zeggen, het is niet af, maar het is wel mooi geweest. Ik heb permanent mijn zaakjes niet op orde. En ik kan er heel goed tegen. En dat is de enige manier waarop ik het volhoud. Want als ik de hele dag ga denken wat ik allemaal nog moet doen, is onderzocht en we hebben allemaal gemiddeld 50 dingen op onze to-do-lijst. En dan denk ik, nou dat heb ik niet. Maar dan ga ik even beginnen. Wat moet er nog allemaal geverfd worden eigenlijk? Welke foto's heeft u nog niet ingeplakt of uitgeprint? Welke familieleden en vage kennissen zou u nog altijd een keer bezoeken? Nou, dus als je even doorgaat, dan word je helemaal gek van alles wat je nog moet doen en wat u nooit gaat redden. Dus verdraag het en bezuinig niet op ontspanning. Nou, dat zijn stichtelijke woorden. Dat zijn hele mooie stichtelijke woorden. Okay. Iedereen wat thuis en bedankt. Allemaal bedankt voor jouw aanwezigheid. Ik wil nog wel om alsnog een boek aan te schaffen. Ik wens u een hele prettige avond nog en graag tot de volgende keer. Wat is het grootste risico voor een apneu? Weet u dat? Dat is klappen. Dat is overgewicht. Dat is allemaal dikke mannen die weinig bewegen. Ze kunnen ze allemaal gaan opereren. En zien het is frissel. Oh nee, ik dacht, wil je zo'n boekje hebben? Ik denk... Die moet je dan maar opereren. Okay. Apneu, nee, dat moet ik weten. Nee, dat is verband dat ik in. Nee.
kan ik met iemand helpen? Ja. Het is aardig ademhalen. En dat is heel erg ziek. Ja, dat kan. Zet een ademhaling.